Davy, jullie winnen hier met 1-3. Vertelt die uitslag ook het verhaal van de wedstrijd? Misschien is het een beetje vergelijkbaar als Wolfsburg, alleen waren wij nu Wolfsburg, denk ik. Het ging redelijk gelijk op. Ja. Eerst zelf speelden we goed, alleen vooral de laatste bal daar wat moeite mee. Tweede helft hebben we eigenlijk aan 10 minuten genoeg om hier te winnen. Ja. Ja, je zegt eerste helft speelden we goed. Ik vond dat jullie de eerste helft dominant voetbalden, alleen dat het aan de finesse ontbrak regelmatig. Ja, dat bedoel ik. Die laatste bal die net niet goed is. Of de voorzet vooral. We hadden, ik denk, 5, 6, 7 voorzetten. Die allemaal er overheen vlogen. Dat is zonde, ja. Ja, tweede helft was een spektakel. Ook door het scoreverloop. Jullie komen op 1-0. Twente komt op 1-1. En toen was het even alle hens aan dek. Alle hens aan dek, ja. Ja, je krijgt hem weer een beetje knullig tegen. Maar ja, wat ik net zei, het is een beetje dinsdag alleen al omgekeerd. En wij zitten nu gelukkig aan de goede kant, ja. Ja, maar ben je het met me eens dat ik PSV niet vind sprankelen en niet in topvorm vind acteren? Nee. Maar niet mee eens? Of? Jawel, ja. Maar je wint. En dat is nou vanavond misschien wel het allerbelangrijkste? Dat is altijd het allerbelangrijkste. Ja, waarom is het toch zo'n moeizame wedstrijd geworden? Is dat toch die vermoeienissen in Duitsland? En misschien ook dat PSV nog steeds een beetje zoekend is? Het gaat niet heel makkelijk. En dan moet je vechten voor de overwinning. En dat hebben we in ieder geval gedaan. En met een overwinning is het altijd lekker om weer naar de volgende wedstrijd te kijken. En dan moet je beter gaan voetballen. Ja, en na Excelsior waren die 3 punten broodnodig. En nu morgen maar eens afwachten hoe Ajax en Feyenoord het gaan doen. Daarom. Ik hoop dat mijn oude club hier wat puntje pakt, ja. Hup Vitesse. Zeker.